aan bijdragen dat die organisaties daar ook heel goed en zorgvuldig mee omgaan. Ze buitengewoon goed beveiligen. Ja. En daartoe dient die meldplicht. Het is pas 1 januari ingegaan, maar mogen we nu al zeggen dat het nog niet zo'n succes is, die meldplicht? Nou ja, misschien dat bedrijven uit de best doen nu om hun gegevens beter te beveiligen. We hebben gemerkt dat het onderwerp in ieder geval in vakbladen, op congressen, alle wegen echt op de agenda staat. Tegelijkertijd, ik denk, maar nu kom ik terug op waar u mee begon, dat het aantal meldingen uiteindelijk wel omhoog zal moeten. Ja. Meegeluisterd heeft Simon Ruwhof. Hij is beveiligingsonderzoeker en ethische hacker. Dat wil zeggen, Simon, je test hoe veilig de computersystemen van bedrijven nou eigenlijk zijn. Waar zijn bedrijven het kwetsbaarst? In de infrastructuur die gekoppeld is aan het internet. Ja, daar kan je vanuit dan de hele wereld als aanvaller kan je daar dan rechtstreeks het benaderen. En dan kan je ook aanvallen en inbreken. De website eigenlijk gewoon van een bedrijf? Websites, ja, zeker. Ja. En wat kun je dan, waar kun je dan bij? Waar kun je dan komen? Nou, veel websites die hebben allerlei persoonsgegevens opgeslagen. Dat kunnen miljoenen gegevens zijn. En dat zijn bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats. Maar het kan ook financiële gegevens zijn, medische gegevens. Elektronische patiëntendossiers staan tegenwoordig ook veelal in de cloud opgeslagen op internet. Dat klinkt ook allemaal wel, als je dat vertelt, als heel vervelend. Dat je patiëntendossier gepikt wordt. Maar wat kunnen die hackers daarmee? Die kunnen daar fraude mee plegen. Ze kunnen ook afpersen. Ze kunnen je gegevens doorverkopen. Een setje met persoonsgegevens is verhandelbaar op internet op de zwarte markt. Wat doet het dan? Hoe bedoel je, wat doet het? Nou, als financieel, door te verkopen. Nou, bijvoorbeeld een naam, adres, woonplaats, een gebruikersnaam, een wachtwoord. Dat is al een paar dollar waard. Heb je daar creditcardgegevens van iemand bij, dan is dat $10 waard. Mm. En staat op die creditcard staat daar meer dan 600 euro. Nou, dan is het al €25 waard. En nou, zo gaan we door. Hoe meer gegevens je hebt, heb je nog een kopie van iemands paspoort. Nou, dan neemt de waarde van dat setje gegevens steeds meer toe. Ja, want dan kun je natuurlijk die identiteit gaan aannemen. Zelf hek je ook, moet het op zo'n Amerikaans uitspreken. Wat is de meest recente geslaagde hack die je hebt gedaan? Dat was bij een softwareleverancier van congressoftware, waarbij deelnemers van een congres met elkaar konden chatten. Mm-hmm. En ook privé-chats met de presentator van het congres konden gesprekken mee voeren. Nou, en dat stond geheel onbeveiligd op internet. Dat was een hele grote dataset wat niet was afgeschermd. Ja, dat is dus een echt datalek. Ja, absoluut. Ja. Is deze hack ook gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens? Niet dat ik weet. Ik heb het bedrijf wel hiervan op de hoogte gebracht. Ook verteld dat dit ook wel de bedoeling is. Ja, volgens de informatie die ik heb, zou de hack wel gemeld zijn, hoor. Maar dat gebeurt natuurlijk nog lang niet altijd. Ah, kijk, ja, ze geven daar niet altijd terugkoppeling over. Nee. Hoe reageren bedrijven als ze erachter komen dat ze gehackt zijn? Nou, dat reageert heel wisselend. Soms dan dreigen ze met rechtszaken. Soms zijn ze heel, heel dankbaar ook. Veelal word je genegeerd. Verbaasd ook, of niet? Verbaasd ook, zeker. Ja. Maar men is vooral angstig als een onbekende je wijst op een kritisch lek. En dan schiet men vooral in de verdediging. Van onderzoekers. Ze hebben wel het idee dat ze zelf tekort zijn geschoten dan. Ja, absoluut. En bang voor wat er gaat komen. Bang voor het onbekende en wie het ook meldt. Dus er zijn heel veel onderzoekers die melden het ook niet meer. Want je staat juridisch heel zwak als je je kwetsbaar opstelt en het aan het bedrijf met alle goede bedoelingen meldt. Dus je kunt maar beter niet melden als bedrijf. Als ethisch hacker, zeg maar, kan je het eigenlijk beter niet melden. Maar ja, aan de andere kant, dan wordt het lek ook niet gedicht. Ja, en ik ben wel zoiets van, als het echt, echt belangrijk is, dan, ja, weet je, dan, ik wil de wereld verbeteren en dan. Ja, want het gaat natuurlijk ook om de bescherming van die mensen, van de persoonsgegevens die dan gepikt zijn. Ja, kan om hele grote aantallen gaan. En dan vind ik gewoon dat je bedrijven en al die mensen een dienst doet door het wel te melden. Ja, Wilbert Thomassen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Snapt u de koudwatervrees bij bedrijven?
Ja, ik snap die koudwatervrees. Tegelijkertijd, als je even doordenkt, je bent verantwoordelijk voor de gegevens van die mensen. Het gaat ook om vertrouwen. Hè? Als je een bedrijf bent, dan vertrouwen de mensen jouw gegevens toe. Als je een overheid bent, vertrouwen mensen jouw gegevens toe. Het vertrouwen bescherm je door er niet zorgvuldig mee om te gaan. En vervolgens, kijk, de autoriteit is een stok achter de deur. Het is een autoriteit, kan in het ergste geval boetes uitdelen. Ja. Maar ik wil hier vooral ook functioneren als, laat ik zeggen, een aansporing om beter te beveiligen en waar nodig is mensen te waarschuwen dat hun gegevens op straat liggen. Dus die koudwatervrees moet weg. Dit moet hoog op de agenda en het moet ook vooral ons vertellen als het misgegaan is. Heeft u al eens een boete moeten uitdelen? Nee, er is nog geen aanleiding toe geweest. Okay. Aan de andere kant, toen de meldplicht werd ingevoerd, dat was dus 1 januari... toen werden zo'n 60.000 lekken per jaar verwacht die gemeld zouden worden. Maar ja, het ziet er toch niet naar uit dat het gaat worden. Nee, het moet heel gek lopen, willen we dat nog gaan halen. Dat was overigens gebaseerd op ervaringen uit het buitenland. Gecombineerd met het aantal bedrijven in Nederland dat bij organisaties ook dat dan persoonsgegevens doet. Maar ik denk niet dat we dat gaan halen, nee. Wilbert Thomassen en Simon Ruwhof, dank voor jullie toelichting. Edwin Gerritsen met de drukke Pinksteravondspits. Ja,